Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik zit hier echt full spotlight. Het regent buiten, maar als het goed is kunnen jullie mij goed zien. Net als de hele wijk. Ik wilde namelijk weer eens een make-up tutorial doen, want ik heb een soort nieuwe liefdes ontdekt. En die wilde ik heel graag met jullie delen. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik heb de basis al gelegd, want dat doe ik altijd met mijn handen en dan ga ik ze daarna even wassen. Ik heb deze twee gemixt. Dit zijn de Chanel Fight de Lumière Aqua. En ik heb hier de kleur Beige Rosé. Waarom niet gewoon roze is, weet ik niet. Maar er staat er wel roze. Er staat wel een streepje op. Deze dus. En dan combineer ik die met de Dior Backstage Face & Body Glow. En dit is gewoon Universal. Oh, daar gaat een hond. En dit vind ik echt een fantastische combinatie voor een lekkere glowy skin. Ik moet zeggen dat ik deze wissel met van alles en nog wat. Maar eigenlijk die Dior gebruik ik nu bijna elke dag, kunnen we wel zeggen. Mijn andere nieuwe liefde zijn de Nude Sticks. En die ga ik zo gebruiken. En deze Brow Freeze van Anastasia. En daar begin ik mee. Ja, dit is een beetje een gek product. Maar dit is een gel. Zie je dat? Het is gewoon helemaal voorzichtig. Wat ik doe, ik gebruik een spoolie en dan doe ik een beetje van de brow gel zeg maar op. Dan doe ik het dekseltje weer dicht. Dat heb ik ook maar weer bij iemand gezien. Ik dacht, dit is handig. En dan wrijf ik het eigenlijk een beetje op het dekseltje af. En dan een beetje rondom. Zodat ik een beetje product op mijn spoolie heb zitten. En dan ga ik het op mijn wenkbrauwen doen. En dit doe ik dus nu, nou ja, eigenlijk als eerste stap na mijn foundation. En ik kam ze dus eigenlijk omhoog. Ik moet ze ook even epileren en verven, maar don't mind that. En ik weet niet of je het kan zien, maar zeg maar het effect is nu al, vind ik, heel aanwezig. Dus ik kam ze omhoog. En dan, nou ja, hier begin ik dan een beetje opzij te kammen. Daarna ga ik een beetje langs de bovenkant. Dus ik subtiel de haartjes een beetje, nou ja, in de charmante richting duw, maar niet te veel. Dus omhoog en een klein beetje opzij. Dat is eigenlijk wat ik doe. En heel veel meer heb je niet nodig. En dan doe ik ook op de andere kant wat van het product. En dan kam ik het weer omhoog. En zeker als ik mijn wenkbrauwen net geverfd heb, zie je echt, love it. Maar nu ga ik ze dus nog wel inkleuren uiteraard. Maar zo is het echt. Je denkt, hallo, weerwolf. Maar dat komt dan goed. Nou, meestal ga ik dat dan even afspoelen. En tegen de tijd dat ik dat heb gedaan, is dit opgedroogd. Maar ik ga nu eerst maar eventjes mijn concealer doen. Dat is nog steeds de Bourjois Radiance Reveal. En ik heb de lichtste kleur. En ik zie de laatste tijd dat mensen die niet meer de jongste mensen zijn op het wereldwijde web, dat die het op deze manier doen. Maar ja, uiteindelijk denk ik, ik smeer het toch zeg maar om het hele stuk in mijn beleving. Dus ik weet niet wat het effect echt is. Maar ik ben het ook maar even gaan doen om te kijken. Omdat je natuurlijk hoe ouder je bent, zeg maar, hoe meer fijne lijntjes je krijgt. Nou, dan heb ik dat gedaan. Doe ik meteen eventjes mijn andere concealer. Dit is de Estée Lauder Stay in Place Flawless Wear Concealer. En ik heb de kleur 2C Light Medium. En die doe ik een beetje op mijn onzuiverheden. En ik werk gewoon heel graag met mijn vingers. En dan gebruik ik de andere kant van dit kwastje. Dit is eigenlijk, even kijken, deze. Dit is van BH Cosmetics, de V10. Dus die heeft aan de ene kant een spoolie en aan de andere kant een, nou ja, wenkbrauwkwastje. Dan gebruik ik, ja, deze is al heel oud. Ik weet niet of ze die nog hebben. De Eyebrow Kit in Taupe van HEMA, nummertje 2. Omdat ik vind dat mijn wenkbrauwpotlood, wat ik eigenlijk normaal gebruik, niet zo lekker werkt met die gel. Dus gebruik ik nu poeder. Maar op de dagen dat ik de gel zeg maar niet doe, dan gebruik ik gewoon mijn potloodje van NYX. Nou, ik zet dus een lijntje en dan vervaag ik dat naar boven toe. Nou, en dan gaat het feest beginnen met de Nude Sticks. Ik weet niet waarom, maar ineens zat ik in een Nude Sticks tunnel op YouTube en ik dacht, ik moet dat hebben. Want ja, ik vind
met dat vele binnenwerken en zo, droge huid. Gewoon lekker om een beetje vloeibare producten te gebruiken in plaats van veel poeders. Nou heb ik dat sowieso omdat ik voor mezelf al een droge huid heb. Maar wat ik vaak vind bij dit soort sticks en zo is dat het... Ik heb zo'n droge huid dat het zeg maar als ik het opdoe heel leuk is. Maar dan nou, een half uur later heeft zeg maar, mijn huid alles opgedronken en zie je er eigenlijk niks meer van. En dat vind ik bij deze niet. Ik begin met Bondi B. En het is dus een stick. Dit is dus de bronzer stick. En aan de achterkant heeft hij ook een kwastje wat je eruit kan schroeven om het te wassen. Maar dat kwastje heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt. Want ik doe het gewoon met mijn eigen kwast. Maar dat kan ongetwijfeld. Maar het is misschien wel handig voor als je het in je tas gooit. Nou en hier maak ik mezelf gewoon altijd heel charmant mee met een paar strepen. En dan is de kwestie van met een kwast. Ik gebruik de Zoeva Silk Finish 102. En ja, die had ik misschien ook even kunnen wassen voor de gelegenheid. Maar... En dan blend ik het gewoon in. En ik doe nog een klein beetje extra. En ik doe het hier. Het ziet er nu niet uit, maar wordt leuk. Maar meestal moet ik dat opnieuw doen na mijn mascara. En zoals je ziet, blendt het echt super makkelijk. En geeft echt een heel natuurlijk effect. Alsof ik even lekker het momentje in de zon heb gepakt. Which I didn't. Als je denkt, wat hoor ik? Minstens heeft besloten te gaan eten. Dit is de kat. Dan ga ik door met de blush. En dit is de kleur Poppy Girl. En hier wil ik er eigenlijk wel meer van. Poppy Girl is een... het doet me een beetje denken aan... het is een vrij donkerroze kleur. Maar wel echt super natuurlijk. Maar ik zou eigenlijk nog één lichtere tint willen. Misschien een klein beetje meer persik. Je hebt hier verschillende ranges van. Dit is de dewy color. Daar ben ik voor gegaan. Je hebt ook de matte color. Maar ik vind... Doe je altijd wel fijn. Dus deze doe ik op mijn wangen. Op de plek waar ik normaal de blush doe. En dan kijk ik even of ik dan nog meer op mijn appeltjes wil. Of dat dit het is. En dat doe ik dus eigenlijk met dezelfde kwast. Zodat alles gewoon lekker blendt. Ik doe een soort van deppende, draaiende beweging. Dus niet echt smeren, zeg maar. Het mengt zo helemaal lekker met je huid en dan ziet het er heel natuurlijk uit. En natuurlijk kan de glow niet achterblijven. En daarvoor heb ik Hey Honey. Dat is... Oh, de kwastkant. En dat is deze, ja, een beetje champagne gouden kleur. En die breng ik dan daarboven aan. En die breng ik ook op mijn wenkbrauwbot aan. En een beetje daar. En daar. Ja, dit voor de zomer gaat dit zo mijn ding worden de hele tijd. Het is nu nog geen... Het is nu even geen zomer, maar ik heb het zomerse gevoel wel te pakken. En zo makkelijk is het. Nou, dan ga ik mijn wimpers krullen. En ik zit een beetje tussen twee mascara's in, die allebei een beetje op zijn. De L'Oreal Paradise, Lash Paradise en de L'Oreal Unlimited mascara. En daar overheen doe ik dan een waterproof laagje. Goed, dus ik ga even kliederen. En daarna doe ik dan de Lash Sensational Waterproof. En dat zou ik ook echt wel doen, want door dat cremige product boven je, zeg maar op je ooglid, geeft mascara natuurlijk sneller af. Nou, dit is klaar. Nee, ik zal nog even weghalen. Eerst nog even onder mijn onderste wimperrand doe ik deze MAC Eye Pencil in de kleur Coffee.
En dat vervaag ik een beetje. En dan ga ik nu even snel dit eraf halen. Dat zit erop. Dan doe ik nu weer een klein beetje van die bronzer, want dat heb ik nu natuurlijk allemaal weggesmeerd. En dan als laatste nog een beetje van die highlighter in mijn binnenste ooghoekjes. En dat is het. Dat is de look. Ik zeg wel dat is de look, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want ik doe natuurlijk nog een beetje op de lippen. Dan doe ik een klein beetje van die blush. En die heb ik heel lichtjes op mijn lippen. En dan is het wel de look. Dus dit is hem gewoon lekker simpel, beachy, glowy. Het is er nu niet het weer naar, maar dat gaat natuurlijk zeker wel komen. Ja, ik hoop dat je het leuk vond te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel graag heel snel bij een nieuwe video. Doeg!